Je hebt maar hele kleine dotjes verf nodig om het te laten zien dat het licht erop schijnt. En dat ben ik nou proberen na te maken. Ter promotie van het tv-programma Het Geheim van de Meester wordt op de Leidse Beestenmarkt gewerkt aan een nieuwe versie van de Nachtwacht. Iedereen mag eraan meedoen, van jong tot oud. Ik ben 50 jaar huisschilder geweest. En ik ben sinds een jaar met pensioen. En nu heb ik eigenlijk het schilderen ontdekt door het niet dekkend te kunnen schilderen. Dat is weer een hele andere dimensie dan ik vroeger gedaan heb. En je kan je ontzettend hierin verliezen in de tijd en gewoon je dingen doen die je zelf leuk vindt. We zijn ook in Eindhoven geweest een week en we staan dus hier in Leiden nu vandaag voor de laatste dag. En alle 6 doeken zijn volgeschilderd. Het is hartstikke bijzonder. Ik bedoel, er hebben zoveel mensen aan gewerkt. Dus daar zie je echt een soort mix van jong en oud die binnen zijn geweest en die hebben meegewerkt aan de schilderij. Dus ja, wie kan dat zeggen dat gebeurt? Het maakt niet uit of je goed kan schilderen of niet? Nee, zeker niet. Het is juist leuk om te zien dat je alle stukken bij elkaar ziet. Verschillende kunstenaars, maar ook gewoon passanten die totaal niet schilderen normaal, zeg maar. Dus dat is hartstikke leuk. Het is bijna af. Ik heb de laatste puntjes hier neergezet vanmorgen. En ik dacht dat het vandaag ook de laatste dag was. Dan worden ze aan elkaar gemaakt en dan zien we wat het resultaat wordt.